Ja, het leukste aan het verbeteren en efficiënter maken van processen is dat je ziet dat het vooruit gaat. Tijdens mijn opleiding op MBO was ik toch nog op zoek naar een beetje wat theoretische kant. Dan kwam ik bij technisch bedrijfskunde terecht. Wat je hier leert en doet in het eerste schooljaar is vooral kijken naar de processen van bedrijven. Nou, in het eerste jaar zag je gelijk dat je niet alleen maar met fictieve casussen aan de gang gaat, maar ook echt met echte bedrijven. Je krijgt al heel veel te weten over hoe je een bedrijf kan gaan helpen en hoe je een bedrijf analyseert. Zometeen hoe leren. Je kan projectmanager worden, je kan leidinggevende worden, afdelingsmanager. Maar tegelijkertijd kan je ook analist worden of data specialist. Het tweede jaar staat in het teken van de stage, daar begin je mee. Het tweede jaar is eigenlijk vooral de standaardvakken, dus procestechniek en logistiek. En het derde jaar, dat zijn questprojecten. Questprojecten zijn multidisciplinaire projecten. En dan werk je samen met studenten van andere opleidingen. En dat is in samenwerking met een werkelijk bedrijf. Afgelopen jaar hebben we voor Dames Shipyards een strategisch marketingplan opgesteld voor hoe zij in de toekomst de marketing kunnen gaan doen. Nou, dat is superleuk, want je moet met een echt bedrijf gaan praten. Op school heb je superveel ruimtes waar je gewoon lekker met je groep kan gaan zitten. Maar als dat niet mogelijk is, probeer ik altijd in de HUB-bibliotheek te zitten. Het is altijd een rustige plek waar je altijd wel een plekje kan vinden. Maar vooral de grote ruimtes waar je samen kan discussiëren over bepaalde onderwerpen, nou, die zijn ideaal. Koop je misschien 1000 producten. Maar... Je leert binnen deze opleiding heel veel samenwerken. Je leert over de verschillende spreekvormen en gedragsvormen. Ja, je werkt wel heel veel samen met medestudenten. Alles is in projectgroepen. Als je technisch bedrijfskunde hebt gestudeerd, kan je bedrijven gaan adviseren in hoe ze de toekomst de marketing moeten gaan doen, de supply chain, maar bijvoorbeeld ook de logistiek. Functies als adviseur of logistiek manager. Dus je kan overal en nergens terecht. Je zou zelfs bij Sony of ASML terecht kunnen als je dat zou willen. Dus bij elk bedrijf wat je om je heen ziet, die kan je gaan helpen.